Waarom doe jij auditie voor een film over chronische darmklachten? Omdat ik meer bekendheid wil over de ziekte. Zodat mensen meer begrip kunnen tonen. Waar ik nog het meest mee worstel is het onbegrip van de mensen om je heen eigenlijk. Die niet begrijpen hoe het voor iemand zou kunnen zijn met een chronische ziekte. Het is van, oh, dan poep je zeker de hele dag. Of, ja, dat past niet bij een jonge dame. Vrouwen die poepen niet. Ik wilde gewoon niet dat... Ja, ik wilde niet ziek zijn. Dus ik wilde ook niet dat mensen het zouden zien. En als ik nu op straat loop, dan zien mensen niks aan mij. En als ik het niet wil vertellen, dan vertel ik het niet, want het is er niet. En alsof je met een stoma het wel ziet, dat is ook gewoon onzin. Maar dat haal je in je hoofd. Dat je denkt dat iedereen het ziet en dat iedereen naar je buik kijkt. En dat iedereen weet dat daar iets zit. Zo, nou, onderweg gestopt. Twee keer naar de play, maar ja. Het moet, maar het gaat wel goed. Net een leuke dag gepland gehad in Amsterdam. Gay Pride. 3 oktober 2011 zei de dokter tegen mij, je hebt colitis ulcerosa. Ik had ook geen keus meer. 2 UMC, de maag-darm-leverarts, wist het ook niet meer. Geen medicatie, optimalisatie meer mogelijk. Er was niks. Ik heb feces-transplantatie geprobeerd. Dat was ook heel spannend. Dus ja, het hield gewoon op. En toen kwam de maag-darm-leverarts zelf van, ja, jij moet gewoon geopereerd worden. En omdat het gewoon wel kritisch werd, hebben ze dat gewoon heel snel gedaan en opgepakt. Zie je mama? Ja, ik film me. Film je me? Oké. Nou, alles draait nu wel om mijn zoontje. Ja, zo werkt het gewoon. Als je een ziek kind hebt, dan moet iedereen daarin mee. Tot en met de huisdieren aan toe. Ja, die worden gewoon ook iets minder aangehaald. En dat is gewoon zo. Alles, iedereen, het beïnvloedt alles. Even kijken appel, hoor. Nee, doe maar appel. Appel? Appel? Oh, we nemen appel. Goed idee, goed gekozen. En nu? Ja. Cornflakes? Het is een rond supermarkt met alleen maar dingen die Anea lekker vindt. Zodat hij maar gaat eten. En het maakt eigenlijk niet uit wat hij eet. Echt gezonde dingen komen straks wel weer. Hier, ga maar rechtdoor. Hij krijgt ook nog volledige gezonde voeding. En proberen aan het af te bouwen. Maar hij heeft zo lang niets gegeten dat hij ook eigenlijk niet wil eten. Hij vindt het wel prima zo. Wat wil je kopen? Koekjes? Nee, toetjes. Toetjes, ja, mag. Ga maar toetje uitzoeken. Ja, bij hem is het eigenlijk een half jaar geleden geconstateerd. En is dat heel snel bergafwaarts gegaan. En medicatie sloeg allemaal niet aan. En hij heeft echt heel veel medicatie gehad. Met als hoogtepunt of dieptepunt, hè, hoe moet je het noemen, dat hij de hele dikke darm eruit gehaald is. En hij heeft veel pijn aan dat stoma, want als het gaat lekken, dan doet dat zeer. Hé, hey, Ine, waar gaan we naartoe? School. We gaan naar school. Het is... We gaan eens even kijken of hoe het is in de klas. Hè? Huh? Heb je er zin in? Vind je het leuk om naar school te gaan? Oké. En dan denk ik wel van ja, weet je, je mag het niemand toewensen, maar mensen die inderdaad niet begrijpen wat je hebt, die hoop je gewoon één keertje buikgriep te krijgen. En dan te zeggen van nou kijk, dit is mijn leven en dit is het iedere dag. Er is mee te leven als je er zelf, ja, de rust in jezelf kan vinden en het kan accepteren en wetend dat je nog echt wel... net als anderen kunt zijn, dat je dan de ziekte niet jou laat leiden, maar dat jij de ziekte laat leiden. Dus jij bent de baas en dan komt het wel goed. Ja.